Mooi gezegd als ze zo vliegen, hè. Kan je niet? Mooie beestjes. Je vindt het mooi, hè? Eenzaam en verlaten. Dwalen ze door de straten. Huh? Maar de mens niet, dat is vijand. Ze kijken elkaar aan of dat ze elkaar dood willen maken. Maar die niet, dat doen ze niet, lieve beestjes. Als zo de mensen waren, dan was de wereld anders. De hele wereld zit tegen elkaar op te schroeven en dit is rustig, dit is vrede. Dit is nou eens echt vrede. Niet aan. Dirk van Noord woonde samen met zijn broer in dit huis aan de Rijn. U houdt van bijen? Ja. Ja, anders wou ik ze niet meer hebben. Als ze ook niet stoken, wou ik ze ook niet hebben. Die bijensteken die u krijgt, is dat niet slecht? Dat is goed, voor de reumatiek. Echt waar? Jazeker. En heeft u nog meer van die middeltjes? Oh, zo zijn er zoveel. Wat bent u nou? Ik? Ja. Nou, ik was er 82. 82. En zou u nog lang willen leven? Dat is een tweede vraag. Hoe oud ben jij? 42. Nou, zou je lang willen leven? Ja. Ja, maar je hebt er niks over te zeggen, want het kan best gebeuren nadat het een afgelopen is. Dat is waar. Oh. Maar dan wil ik het nog wel. Oh, willen. Dat is geen kunst. En u? Ja, het is net zo. Niet? En dan kunnen ze bij gauw genoeg zeggen, je bent oud voor een geweer. Maar dan mag ik erom lachen. Want diegene die dat zeggen, die springt nog over de kap. Hij kan nog bar veel. Dat ondervinden bijvoorbeeld de vossen die zijn kippen en eenden opvreten. Dirk van Noord gaat herhaaldelijk 's nachts op vossenjacht. U zit achter het raam daar? Ja, daar zit ik achter. Op de stoel gewoon binnen? Ja, ja, ja. De tafel naar voren, daar leidt het geweer op. En dan schiet u door het raam, of hoe gaat dat? Daardoor. Dat gaat niet. Daar leidt het geweer in. U zit helemaal de hele nacht zo? Ja, daar ga je hem. Oh, spanning. Moet u schieten? Ja. Dus hij komt in de nacht maar één keer? Ja, één keer. En in die paar seconden dat hij die kip grijpt, moet u hem pakken? Mooi me hebben. En u zit dus 4 uur lang in de houding? Ja. Valt u nooit in slaap terwijl u zit te kijken? In slaap vallen? Ah, ja? Oh, man. Nee, dat is gebeurd. Dat kan ik wel 3 dagen volhouden. Zonder slapen. U pruimt ook, geloof ik? Jazeker. Maar geen pakjes te bakken? Ook. Ook? Ook, ja. Voilà. Maar deze is de beste. Er kan geen pakjes te bakken tegenaan. Laat u zien, laat u zien. Wat is dat? Er kan geen pakjes te bakken tegenaan. Kijk, dat doen we zo. Fijn, hè? Dat is natuur. Puur natuur? Ja. De tabak die ik op, dat is geen natuur. En hoe komt u hier aan dan? Ja, hoe komt de kat in de mukken? Nou, ik geen tabak heb bij me net, dan roep een pruimetje. Ja. Ik wist niet dat je sigaren kon pruimen. Hé, hey, je weet niet veel. Jongen, jongen, nog toe. Jongen, jongen. We zullen zeggen dat je stom geboren bent en simpel geweest. Gaat u wel eens naar de kapper? Ja, maar zelf. Zelf, hoe bedoelt u? Met de machine. Zelf kappen. Zou u getrouwd willen zijn? Dat weet ik niet, of dat goed geweest is. Dat is echt zijn voor- en zijn tegengaat. Vroeger was toch een hele vrije wereld. U voelt zich niet vrij meer in Nederland? Nee. Waarom niet? Omdat niet dat het veel te veel gedwongen is. Je kunt toch niks beginnen? Ik heb geen televisie, ik heb geen radio meer, ik kan alles niet hebben. U mist toch veel als u geen televisie hebt? Maar zat. Wat bedoelt u? Braaien. En vuilken maken. Er zijn toch allerlei interessante dingen op de televisie en die ziet u niet? Dat zie ik. En dat is interessant. Dat is mijn hobby. En televisie niet? Nee. Dus u heeft bijvoorbeeld ook nooit gezien dat de mensen op de maan liepen? En dat geloofde jij? Gelooft u niet dat de mensen op de maan geweest zijn? Nee. Waarom niet? Toch niet.
Dat is het onmogelijk, hè? Dat is net zo min als jij hier over het water heen gelopen. Geloof je dat dan? Ik heb het toch gezien op de televisie? Och, ik heb zoveel gezien. Hebben ze toch uitgezonden? Ja, maar je kunt net uitzenden waar je... Huh? Is het een grap van u of gelooft u het echt niet? Huh? Nee, bestaat niet. Uitgesloten. Uitgesloten dat ze op de maan geweest zijn. Maar wat heb ik dan gezien? Ja, niks gezien. En schim. Wat was dat dan wat ik zag? Een schim. Is het getruckeerd, denkt u? Ja. Is het truc allemaal? Ja. Heeft u dat wel eens tegen andere mensen gezegd, dat u dat niet gelooft, dat ze op de maan zijn? Ja, zeker. En wat zeggen ze dan? Wat zeggen ze dan? Daar kunnen ze ook geen uitslag op geven. Zeggen en jij nou zegt, ze zijn erop geweest. Ja, dat zeg ik. En ik zeg van niet. Nee. Staf het toch gelijk? Ja, dat is waar. Oh. Nee, daar komen ze nooit. Ze komen er ook nooit, denkt u? Ze komen er nooit op de maan. Waarom nooit. Niet? Waarom niet? Want zouden ze er komen, dan bevriezen ze. En op de zon kunnen ze ook niet komen, want dan verbranden ze. Maar u vindt het ook niet nuttig dat de mensen de ruimte ingaan, of wel? Dan moeten ze uitblijven. Waarom? Ze horen er niet. De vogeltjes die horen in de lucht en de mensen op de aarde. Ja, maar de mensen willen altijd dingen onderzoeken. Ze doen dingen die onduidelijk zijn. Dat is net één, dat is nou met water. Is dat nou duidelijk of is het goed? Nou, die sloot is helemaal verpest. Ja, ik zou haast zeggen van dodelijk. Toen wij voor 50 jaar terug zeiden dat ze dat moesten keren, toen lachten ze zo. Toen zeiden ze, we mogen beginnen als we niet meer mogen spuiten. En toen kregen ze een antwoord, ik zeg, waar moet je beginnen als je door achter de heg glijdt? Waar moet je dan beginnen? Nee, de geleerdheid is wel ver, maar hij is te ver.